van Waterschoot van Gracht. En daarnaast is er Mies Peters, actrice. Ja, het lijkt me ook ontzettend mooi van dit boek, dat hoop ik ook als voorzitter van het fonds, dat ook weer een nieuwe generaties, nieuwe lezers, mensen die misschien niet zo snel werk van Aron Gros hebben gelezen, dat die nu hierdoor geprikkeld raken om toch weer eens een keer een bundel de bloemlezing op te pakken en gedichten te gaan lezen van hem. Ik zal even iets over het programma vertellen. We hebben een klein uurtje hier in de Ruïnekerk, waarvoor heel veel dank aan Suzanne en Erna van de Ruïnekerk, want ik vind het prachtig dat wij voor één uurtje hier, want de voorbereiding is natuurlijk hetzelfde als voor een paar uur, dat we hier toch mogen zijn. Veel dank voor jullie gastvrijheid en zorg. Er zal zo een gesprek zijn tussen Elfried Etty en Suzanne Smit. Daarna zal ik vragen ook aan Rosanne, of nee, Rosanne komt zelf, dat hebben we net afgesproken. Rosanne van Uitgeverij Lebowski, redacteur, heel veel samengewerkt natuurlijk met Suzanne bij de totstandkoming van haar boek. Die zal nog even naar voren komen. Er zal een eerste exemplaar uitgereikt worden aan een speciale persoon. En dan gaan we daarna in een stoet naar de eerste Bergense boekhandel. Daar kan men als men wil het boek kopen en het kan ook gesigneerd worden door Suzanne. We zijn met velen. Wij denken altijd dat het al past in onze boekhandel, maar eerlijk gezegd denk ik nu van niet. Maar we hebben een achterdeur opengezet, we hebben een grote tuin en daar kan iedereen nog een glaasje drinken en napraten. Ik hoop dat u allemaal meekomt straks. Dan ga ik nu het woord geven aan Elsbeth Etty en Suzanne Smit. Dank u. Begint het al? Nou, dan doe ik hem uit. Waar ligt het dan? We waren al bang voor. Nee hoor, we hebben een extra. Doen we het zo. Dankjewel. Ja, nou, ik wou je om te beginnen ontzettend feliciteren met... Nou, doet hij het helemaal niet? Nu wel. Ik wou Suzanne om te beginnen, u welkom natuurlijk, maar ik wou om te beginnen jou hartelijk feliciteren met dit boek. Wat ik met grote scepsis aanvankelijk ben gaan lezen, omdat ik dacht, oh bah, een vieromancé. En dat is een genre waar ik helemaal niet van hou. Ik hou van biografieën, degelijk, met goede documentatie en niet van een bij elkaar verzonnen leven. Maar voor dit boek wil ik heel graag een uitzondering maken. Het is namelijk geen vieromancé. Het baseert zich heel sterk, als ik het goed heb, op dit boek wat ik hier heb neergelegd. De biografie, de fantastische biografie van Jan van der Vecht van A. Roland Holst. Waar een aantal figuren in optreden die ik helemaal vergeten was. Echt totaal vergeten. Om te beginnen natuurlijk Giselle, die de afgelopen jaren wel in het nieuws is geweest. Maar een andere vrouw, Miep. Mies, zij heeft verschillende namen, maar Rick Roland Holst haar Eliane noemde. In ieder geval, dat is de belangrijkste vrouw geweest waarschijnlijk in Janis, Adriaan Roland Holst, leven. Het ook schitterende gedichten aan haar gewijd en ik was haar totaal vergeten. En toen dacht ik, oh, wat ontzettend goed dat er nu iemand is die zo'n vrouw dan tot leven brengt. En nou, mijn vraag is eigenlijk aan jou, wat vind jij het belangrijkste van jouw boek en dan met name van het genre wat je beoefent? Ja, het is inderdaad, doet deze het wel goed? Ja? Het is inderdaad een ja, nee, dan ga ik, zo wel, nee. Zo, nou, dan gaan we gewoon wisselen, dat is wel, dan moet jij ook je mond houden als ik praat. Zo is het. Nee, het is inderdaad een roman gebaseerd op ware gebeurtenissen. En dat is een genre op zich. En ik vind ook dat ieder genre op zijn eigen merites moet beoordelen. En het is een keuze die je maakt. Hè. Ik ben inderdaad geen geschiedschrijver. Ik ben geen biograaf. Ik ben een romancier. Dus ik wil
liever dan wat ook wil ik in het hoofd en het hart kruipen van de mensen die weliswaar ooit hebben bestaan, maar waarvan je toch niet meer kunt terughalen, en zij waarschijnlijk zelf ook niet eens meer, als ze nog zouden leven, wat ze hebben gevoeld en gedacht op dat moment. En het krijgt iets heel vitaals als je dat doet. Dus het opent zich, omdat je als lezer dan daadwerkelijk in die schoenen loopt. En je kunt jezelf natuurlijk heel veel vrijheden permitteren, maar voor mijn gevoel heb ik dat niet helemaal gedaan, in de zin dat ik er personen van heb gemaakt die zij niet konden zijn, omdat ik weet wat ze uiteindelijk hebben gedaan en gekozen. Hoe zijn ze daartoe gekomen? En met brieven en danken en getuigenissen kom je een heel eind. Maar ja, wat ze precies hebben gevoeld en met elkaar besproken, ja, dat is iets waar je door inleving en verbeeldingskracht en misschien is toch een zekere mate van inspiratie waarvan je niet weet waar het vandaan komt, toe moet komen. En daarom hou ik zo van dit genre. De twee vrouwen waarom het in dit boek draait, Gisèle en deze Miep, die waren ongeveer even oud. Ik geloof dat ze allebei van 1911 waren. Nou, 12, ja. Jannie Roland Holst was van 1888, dus hij koos niet bepaald oude vrouwen om zijn bed mee te delen. Ze scheelden hoeveel jaar? Ik ben niet goed in rekenen. Ik ben van de letters. Oké, ze is van de letters. Nou, misschien dat iemand het snel uit kan rekenen, maar ik denk toch wel meer dan 20 jaar, 23 jaar of zo scheelden ze. Ik denk dat jij, dat hoorde ik je ook op televisie zeggen gisteravond bij Paul Witteman, ik denk dat jij eigenlijk enorm getriggerd werd door Gisèle, die natuurlijk een fantastisch goede rol gespeeld heeft in de Tweede Wereldoorlog. Hè. Ze hielp Joodse jongens met gevaar voor eigen leven onderduiken en was een belangrijke kunstenares van zichzelf. Ik vond eigenlijk, kijk, Gisèle, daar had ik wel het een en ander over gelezen, maar ik vond eigenlijk deze Miep, die heel vaak hier aan de Nesdijk gelogeerd heeft, dat vond ik eigenlijk de grote verrassing van dit boek en de interessantste dame ook wel. Je zei gisteren heel versluierd voor de televisie dat zij toch iets andere keuzes had gemaakt dan Gisèle. En sommige mensen zullen misschien zeggen dat ze gewoon hartstikke fout was. Ze had haar man, van wie ze gescheiden was, die is gesneuveld aan het Oostfront, was een overtuigd NSB'er. Ze had een minnaar, of ja, wat het was, een scharrel in ieder geval, tijdens de oorlog met een SS'er. En ja, Victor van Friesland noemde haar na de oorlog tegenover Jannie een del. Dat heb ik uit de biografie. Dat was Jannie het ook, hè? Dat heb ik uit de biografie. Ik heb het idee dat, maar dat misschien, ik heb gehoord dat Jan van der Vecht hier ook is. Misschien kunnen we daar later nog iets over zeggen. Ik heb het idee dat Jan van der Vecht Jannie een beetje uit de wind heeft gehouden in zijn biografie ten aanzien van zijn relatie met Miep, want Mies, ja. Mies. Laten we er Mies noemen. Mies noemen we er. Want daar lees ik eigenlijk niks over. Ik ben heel benieuwd wat jouw visie op Mies is en hoe je eigenlijk op haar gekomen bent. Ja, ik hou van Mies. Laat ik dat zeggen. Mijn eindredacteur Jasper Henderson, die zei dat ook. Van, ik weet het, ze heeft verkeerde keuzes gemaakt en... Maar ik hou van die vrouw en ik voel dat ook zo. Het is heel makkelijk om van Gisèle te houden. Het is heel makkelijk om gecharmeerd te zijn van Jannie. En toch, Mies is onder mijn huid gekropen. Ook omdat ik het meeste research naar haar moest doen. Want ik denk dat er staan misschien 10 zinnetjes over haar in de biografie. Of in ieder geval wat weinig feiten over wie zij was en wat haar achtergrond was. En dat is gewoon, ja, het was voor mij een vrouw die mede door haar dochter, Joyce, die hier ook ergens is, zich Anna liet kennen door mij. Ik weet niet, dat heb ik gisteravond ook gezegd, misschien val ik in herhaling, maar
Het is voor mij heel belangrijk als romanschrijver dat je alle personages, en die personages zie ik dan even los van de personen, hè, ik maak er personages van, dat je begrijpt waarom ze dingen gedaan hebben. En je hoeft ze niet goed te keuren, je hoeft ze niet eens sympathiek te vinden, maar mijn grootste wens is dat je toch hun drijfveren begrijpt en dat je denkt, ja, zo kan het lopen als je zo in elkaar steekt met een andere achtergrond, met andere omstandigheden. Hè? En dat is de functie van literatuur, denk ik ook. Het stimuleren van empathie. Dat je juist in aanraking komt met mensen die heel anders zijn dan jij. En wie leven er heel anders uitziet. Maar dat je door het lezen van die roman toch empathie voelt. En dat, ik denk echt dat als meer mensen romans zouden lezen, dat beter bij ze ontwikkeld zou zijn. Maar ze spreekt tot de verbeelding. Ook omdat het een hele... Ja, nee, ook omdat, nee, omdat het een flamboyante, levenslustige, lichtvoetige vrouw was die op het podium wilde klimmen en schitteren. En zo anders was dan de andere twee figuren. Je hebt een heel klein beetje ongelijk als je zegt dat ze maar... Dat ze maar heel weinig voorkomt. Ik heb het opgeschreven. Mies Peters, die komt op 51 bladzijden in dit boek voor. Nee. Dan moet ik even Jan van der Vecht verdedigen. En Giselle, die komt slechts op 20 bladzijden voor. En eigenlijk ben ik die biografie weer gaan lezen naar aanleiding van jouw boek. En ja, toen begreep ik eigenlijk pas hoe belangrijk zij geweest zijn. Omdat Jan van der Vecht natuurlijk net zoals jij heel veel heeft gedaan met de gedichten die fabelachtige gedichten zijn. Waarin een hele ingewikkelde liefdesleven of eigenlijk hoe moet je het noemen, bindingsangst gecombineerd met verlatingsangst om er maar een beetje Freud tegenaan te gooien. Dat komt daar eigenlijk allemaal in naar voren. Ja, en... Ja, want inderdaad, Mies was nou juist iemand. En inderdaad, ze gaat en ze komt in zijn leven. Maar Mies was nu juist iemand door haar persoonlijkheid, doordat ze zich ook niet liet vangen. En ook niet hem wilde bezitten. Of tenminste, zo deed ze het voorkomen. Ze was dat op zich misschien een berekenend, maar ook een vrijheidslievend mens. En vormde zij geen bedreiging voor zijn kunstenaarschap. Hij was altijd bang dat er was de muze en er was de minnares. En als de minnares door de ene deur kwam, dan verdween de muze door de andere deur. Dus je moest nooit te lang met dezelfde vrouw zijn en haar ook niet te dichtbij laten komen. Maar wat deed Mies? Die liep zelf al weg. Dus daar viel niet. En ze kon heel goed. Ze kon heel goed het licht in hem naar boven brengen. Waar hij wel eens natuurlijk depressief werd. Daar wilde ze niets van weten en dan nam ze afstand. En dat is. Ja, je kan natuurlijk met mensen, als je juist depressief bent, daar heel erg over praten. Maar het kan ook heel fijn zijn om iemand in je omgeving te hebben die grapjes maakt en juist de lichte kant van het leven belicht. En die functie had zij ook wel. Ik vond een van de prikkelende passages de keer eigenlijk. Mies heeft dan een... En het lijkt heel idyllisch te worden. Dat vond ik zo grappig. Jan van der Vecht gaat er onmiddellijk vanuit dat zij dat heeft. Dat zij de besmettingshaard is. En ja, ik moet het allemaal aan hem vragen, want ik ben zo benieuwd van hoe weet je dat. Als zij, hebben ze ook nog. Heeft hij gedichten geschreven over trouw en ontrouw en hoe moeilijk het was. In ieder geval, die relatie die gaat daar min of meer tijdelijk op stuk. Heb je bronnen daarover gevonden buiten
Jan van der Vecht's biografie. Heb je zelf iets gevonden over deze episode? Nou, mijn eindredacteur zei, ja, ik weet niet, een beetje ordinair, laat dat er toch uit. Hè? Mijn eerste eindredacteur, niet mijn tweede. tekenend voor dat ze aan de ene kant denken, oké, niet over, maar als het dan zo in één keer bijkomt en zo tastbaar wordt, dan is het toch even slikken en dan voelt hij toch die afstand. Een verhaal als romanschrijver. Je pakt feiten, je laat dingen weg, je verdiept, je verrijkt, je slaat over, je dicht en de fout maken om alles geresearched hebt en alles wat je in brief dingen hebt gevonden, om dat er maar in te proppen, om te bewijzen hoeveel je weet, maar om echt een evenwichtig tijd en wanneer je inzoomt wat het is, dat je zeker als je een episch dan is er nogal wat je weg kunt laten, moet laten, want anders is het 3 keer zo dik geworden. En te maken, of om allemaal over te slaan. En bij iedere episode of wat dan ook, of ook de oorlogsgeschiedenis, heb ik me die vraag gesteld. En het moet het verhaal dienen, uiteindelijk. Dat hebben we nog wel eventjes. Nee, over Giselle, daar moeten we het toch echt over hebben. Natuurlijk, die komt dus eigenlijk maar mondjesmaat in de biografie van Jan van der Vecht voor. En wat er helemaal niet uit blijkt, is dat ze, ja, misschien wel dat ze die af en toe bed warm hield, maar van een echte is geen sprake in die biografie. En waar, als het waar is geweest, waar baseer je dat dan op? En ja, jij zegt toch wel heel in gevoelens voor Jani. En dat ze toch echt heel veel van om hem gegeven heeft. En het toch wel heel erg vond dat ze hem niet kon krijgen. En ja, dat is voor jouw boek natuurlijk heel mooi, maar ik vraag me af, klopt het? Het klopt 100%. Want ik was in de geweldige omstandigheid dat haar stichting, Castrum Peregrini, mij de toegang gaf tot het archief, haar privéarchief. En ze was een ontzettende verzamelaars waar elk snippertje papier is bewaard. Dus de hele briefwisseling, het hele ontstaan van hun contact, van haar hunkering, van zijn ingaan daarop, van het wel delen van elkaars bed en vervolgens niks meer laten horen. En dat heb ik zo mogen lezen. En vervolgens was natuurlijk de liefdesverhouding was eigenlijk voor mijn gevoel een startpunt en ook heel logisch, want Giselle was jong en was gewend om met charmante kunstenaars om te gaan. Jani vond haar aantrekkelijk en interessant en natuurlijk is daar iets gebeurd, een paar keer. Maar het veel belangrijker was hun levenslange vriendschap en ook die artistieke kruisbestuiving. Hè, dat zie je niet alleen in de feiten dat Jani Giselle iets heeft laten tekenen bij een van zijn gedichten, of dat Giselle zijn portret heeft gemaakt, of dat soort letterlijke uitwisselingen, maar ook uitwisseling van de geest. En het kan niet anders en, dan dat Giselle, met wie zij was en haar heldere normbesef in ieder geval, ik vond dat zij een heel groot onderscheidingsvermogen had van wat goed was en wat fout was. En rukzichtloos ging ze voor wat deugde, wat voor de wereld goed was. En wat je moest je uitspreken en geen sprake van dat je inschreef bij de cultuurkamer. En
dan stop je maar met je geliefde glas in lood. En dan ga je maar clandestien portretjes schilderen. En natuurlijk neem je die Joodse artistieke jongens in huis. En natuurlijk ga je ze s'nachts met de verduisteringsgordijnen voor de ramen ook nog eens inspireren door ze samen met anderen tekenles te geven en filosofie te doseren en gedichten te laten declameren. Want ja, dat was voor haar zo helder als wat. En er is een filmpje van de jakhalzen en daarin wordt gevraagd van, nou, god, dat u dat dan toch deed, hè? Al die onderduikers, die twee kamertjes, vijf onderduikers, en let wel, deze vrouw was in kastelen opgegroeid, hè. Zo zei ze, nou, dat deden wel meer, dat deed iedereen, hoor. Dat is niet zo bijzonder. Nee, zei ze, dat deed niet iedereen. Anders hadden ze echt Joden uit het buitenland moeten halen als iedereen. Weet je wel, dus zo bescheiden en zo helder van, zo zuiver. En daarmee heeft ze Roland Holst wel beïnvloed. Dus in die zin, dichtte ik haar met bronnen, met wie zij was en een beetje verbeeldingskracht. Dat mag namelijk. Wel een veel grotere rol toe. Niet zozeer als minnares, want daar waren er wel honderd van. Maar echt als geestverband. En dat is hun hele leven zo gebleven. Ik heb nog één laatste vraag. En voor de rest moet u echt allemaal die twee boeken lezen. Ik zou eerst het boek van, en dat is nieuw, ik zou eerst het boek van Suzanne lezen. En dan toch, zoals ik het gedaan heb, toch die biografie maar een keer weer nastaan. Want ik wil eigenlijk eindigen, het is niet zo mooi, maar anders hebben we geen tijd meer misschien. Maar met wat je zei over die cultuurkaart. Dat heeft, die werd enorm opgejaagd. Hij was een van de bekendste dichters en samen met nog een aantal andere bekenden werd hij echt achtervolgd en hij moest en zou tekenen. Het verhaal is, of dat is niet het verhaal, zo is het waarschijnlijk echt gebeurd, is dat hij dat uiteindelijk gedaan heeft, maar met een hele pittige, om niet te zeggen onbeschofte brief aan de leiding van de cultuurkamer. Waarna hij gelijk natuurlijk moest onderduiken. Maar hij heeft die brief, rondgestuurd aan een aantal bevriende schrijvers om een signaal te geven van, ja, ik ben niet gezwicht, maar het is een soort actie die ik voer. Toen heeft Giselle, van wie jij zegt, dat zij dus riep van cultuurkamer nooit lid van worden enzovoort, die heeft toen samen met de vrouw van Duperron ervoor gezorgd dat Jani om zijn eigen veiligheid die brief weer teruggehaald heeft om niet opgejaagd wil te worden. Niet om zichzelf niet zijn hoofd in de strop te leggen. Dus dat begrijp ik niet helemaal, dat je dan dat soort feiten niet vermeldt. Nou, dat zal ik je uitleggen. Want Benien van Werkel heeft onlangs, een half jaar geleden, een proefschrift geschreven over Toby Goedewagen. Voormalig beschermeling van Jani, tot zijn grote verdriet. Want dat werd natuurlijk de directeur van de cultuurkamer, dus dat had hij helemaal niet te wachten. En hij werd opgejaagd inderdaad, want als hij tekende, dan was het een voorbeeld voor anderen. En hij uiteindelijk werd hij zo onder druk gezet dat het een soort politieactie was. Dat het eigenlijk, dus toen deed hij dat in de zin dat hij schreef, als jullie me willen inschrijven, zal ik me niet verzetten. Hij heeft nooit het formulier ingevuld. En dat was inderdaad nogal een ondeugende stoute brief. Waarin hij dat op die manier opschreef. En daarna ging hij dat kopiëren. Want, wat dacht hij? Het was toch wel een worsteling voor hem. Kijk, Giselle kon echt niks schelen wat andere mensen van haar dachten. Dit was haar keuze en die was haarscherp. Jani was toch meer een mens die zich bezig hield met wat zullen ze van me denken? Mijn collega's? Hoe komt dit over? En die ging die brief overschrijven. En Benien van Werkel heeft bewijzen vanuit de cultuurkamer dat die brief die bij de cultuurkamer is beland, een andere brief was dan de kopie die bij zijn brieven is beland. Dus daar stonden nog wat pittigere feitjes op. En dat is een nieuw gegeven en dat vond ik interessant. En ik heb dat gebruikt, want
want het zegt iets over zijn worsteling, dus ik vond het van belang. Vervolgens was Beb de Perron inderdaad en Giselle, die zeiden van, ja, maar waarom zou je die brief nog eens naar mensen sturen om te bewijzen dat je heus niet hebt gezegd, ja graag, ik wil tekenen, maar dat je echt nog wel even een grote mond hebt. Wat voor doel dient dat? Je brengt die mensen ermee in gevaar. Wat kan jou het schelen wat een ander denkt? En het verergert je positie. Dus terughalen die brieven. Er is niets bij gebaat. En dat heeft hij toen ook gedaan. En daarna is hij bij Eduard Verkade ondergedoken. Ja, tot slot dan. Wat ik ook een heel mooie... Dat was ik eigenlijk helemaal vergeten. Ook uit die biografie van Jan van der Vecht. Maar dat hier in Bergen... Giselle woonde ook een tijdje in Bergen met haar ouders. En toen de Nesdijk ontruimd moest worden, toen heeft Giselle, Jani, maar ook Beb en Edgar de Perron aangeboden om bij hun te komen wonen. En op de avond van de 14e mei was het, de capitulatie, toen waren Beb en Jani, dacht ik, even de stad in, of het dorp in, of hoe heet dat? Die waren dingen halen en... Giselle was aan het bed van de Perron gaan zitten. En toen kreeg hij, wat wij allemaal op school leerden, angina pectoris. Ik vond vroeger altijd zo eng. Dus toen kreeg hij steken in zijn hart. En toen Beb en Jani terugkwamen, was het eigenlijk al te laat. Dus je zou ook nog kunnen zeggen, hij is weliswaar in de armen van Beb gestorven. Maar Giselle was heel erg dichtbij. Dus ja, het is ook wel een figuur in de Nederlandse... literatuurgeschiedenis, ja. Zou ik maar zeggen. Ja. Ik weet niet of je daar nog iets over wil zeggen, want misschien dat we daarna nog mensen moeten vragen of ze iets willen vragen. Ja, nee, dat voorval heeft zij zelf ook verteld, onder andere in de documentaire Het Steentje van Giselle. En zij vertelt echt heel levendig hoe hij eigenlijk wegvalt in haar armen en ze roept, want ze hoort ze binnenkomen. En ze komen de trap oplopen en Beb gaat natuurlijk gelijk naar hem toe. En hij is niet meer tot leven te wekken. Jani gaat gelijk de dokter halen. Dus dat is een heel frappant moment om te sterven natuurlijk. Nadat je net hebt gehoord dat de Duitsers zijn of dat we ons hebben overgeleverd. En op dezelfde nacht pleegt Menno ter Braak zelfmoord. Dus twee markante personen in de geschiedenis en een van de grootste verzetsschrijvers die leggen het loodje op. Op zo'n moment. Dus dat is. Ja, dat vond ik heel aangrijpend. Ja, maar fact is stranger than fiction, zeggen ze wel eens. Als je dit zou verzinnen in een roman, dan denk je, nou, dat doe ik toch maar niet. Dat is wel heel erg toevallig en dramatisch. Maar in het echte leven gebeurt dat dus. Ja. Ja, op de NRC had ik heel lang een collega Rolof van Gelder. En die vertelde mij een keer tussen neus en lippen door dat die dokter die dan gehaald werd, dat zijn vader was. Oh. Ter afsluiting, nou wil ik graag vragen of er nog mensen zijn die dolgraag iets willen vragen of opmerken, iets zeggen. Zal ik de microfoon dan naar u toe brengen? Het komt wel behoorlijk ding. Kom bij u. Ja, mijn vraag betreft de ouders van Giselle. Ik heb veel meegemaakt in levende lijven, omdat ik hier geboren ben in 1929. En mijn broer, een paar jaar ouder, had veel contact met Giselle, die dus weer veel ouder was. Giselle was weer veel ouder dan mijn broer, maar ja, op een of andere manier klikte dat. Mijn ouders waren erg bevriend met Watersoot van de Gracht. En wat ik u wil vragen is, ik zou me kunnen voorstellen, en dat is ook gebaseerd op mijn eigen herinneringen, dat die ouders van Giselle zich enorm verzet hebben tegen dat liefdeleven van haar met Jani. Heeft u daar iets over geschreven of gezegd? Of weet u daar niks van? Ik dacht dat het Watersoot van de Gracht ingenieur was, kan dat? Ja. Dus in die tijd of zo dat weinig veranderd is in het liefdeleven van toen. Je hebt er wel over geschreven. Ja, ik heb er geschreven. Zal ik het microfoon doorgeven voor een antwoord? Ja. Ze heeft er wel over geschreven, hoor. Ja, klopt. Nee, ik weet het ook alweer. Inderdaad, dat komt ter sprake weer. Ik heb begrepen, zeg maar, uit
uit brieven en verhalen dat zij vooral een hele goede band met haar vader had. Waar ze veel mee sprak. En hij was ook echt een cosmopoliet trouwens. Dus hij kon haar ook veel vertellen over de oorlog. Wat heel fijn is. Maar nou ga ik een zijlijn in. Omdat je nooit in een roman een personage iets moet laten weten wat ze niet kunnen weten. Maar je wil heel veel dingen over de oorlog kwijt. Dus dan moet je dat via een persoon doen die het ook echt met recht zou kunnen weten. En daar heb ik de vader van Giselle voor gebruikt, zou je kunnen zeggen. Want dat is heel aannemelijk. Hij was ook jurist en zo. Dus die band was er. Met haar moeder was het ook een band, maar iets afstandelijker misschien. En ik heb in het boek ervoor gekozen om haar... eerst haar affaire met Joep Nicolaas. Ja, het is allemaal heel liederlijk natuurlijk. De glazenier. En daarna met Jani om die toch wat verbloemd, om die niet met haar ouders te bespreken. Omdat dat inderdaad in dat manier niet goed zou vallen. Ze heeft overigens ooit wel gezegd, heb ik begrepen, dat heb ik niet in het boek gezet omdat dat later is. Haar huwelijk met Tahi, de burgemeester, dat ze eigenlijk pas voor hem durfde te kiezen. Dat was een man voor haar eigenlijk was gescheiden. Toen haar moeder overleed. Dus dat zegt wel iets over hoe dat geweest moet zijn. Dus ik heb dat op die manier beschreven. En ze waren ook katholiek, hè? Begrijp ik. Dat is natuurlijk toch wat anders dan tegenwoordig katholiek zijn. Dus dat, ja. Dat komt maar zijdelings ter sprake. Maar ik denk dat dat inderdaad een probleem geweest zou zijn. Nog meer vragen, opmerkingen? Ja, komt u ook even naar voren? Ja, gaat heel goed. Ja. Misschien moet je de vraag even herhalen. De karakters van Mies en Giselle zijn inderdaad totaal het tegenovergestelde. En dat heb ik gebruikt in het boek om te verklaren waarom Jani nou niet voor Giselle koos en wel voor Mies. Om wie zij waren en ook in verhouding tot hen. En dan gaat het alweer wel een beetje af van de persoon, maar nu naar de personage, als je mij dat toestaat. Het personage Giselle staat eigenlijk dichter bij hem in zijn hart en zijn geest. Hij kan zijn geest aan haar scherpen, hij kan dingen met haar bespreken. Hij voelt zich niet door haar bedreigd, want het is niet een andere mannelijke dichter die bijvoorbeeld ook net in een writer's block zit, maar hij kan dat soort dingen met haar delen. En ik heb een scène totaal aan mijn fantasie geschreven waarin hij eigenlijk een einde maakt, en ik weet dat dat rond die tijd is gebeurd, aan de affaire met Giselle, en hij zegt in één keer er is een ander. En dat hij eigenlijk aan haar verklaart van voor begeerte is afstand nodig. En begeerte, en dat ik geloof dat sommige mensen ook zo in elkaar zitten. Misschien is het wel een universeel gegeven. Het verlangen ontstaat als er een afstand te overbruggen is. Als je een grens moet slaan. En ik schrijf ook ergens dat Mies en Jani elkaar pas kunnen ontspannen als ze elkaar hebben bezeten. Want dat ze dat ook nodig hebben om elkaar te kunnen verdragen. Begrijp je? Dus die afstand die iedere keer geslecht moet worden, dat is de sleutel van de aantrekkingskracht tussen Jani en Mies. Die inderdaad op het eerste gezicht veel minder belezen is en uit een ander milieu komt en lichtvoetiger is. En toch heeft zij iets wat hem boeit. Terwijl je zou zeggen, Giselle en Jani is een gouden team. Maar ja, mijn theorie is dan dat ze te dichtbij kwam, ook voor de muze, om zich comfortabel te voelen. Dus zijn inspiratie werd bedreigd door de nabijheid van Mies. Ze leek te veel van Giselle. Ze leek te veel op hem. En dat is, ja, dat is iets. Ja, als schrijvende komt dat tot je. En ik kan natuurlijk helemaal niet zeggen van op die manier
is het gegaan. Maar dat is in ieder geval hoe mijn personages dat zo hebben beleefd. Ja, ik denk dat Jan van der Vecht ook wel in die buurt gekomen is op basis van, nou, in zijn biografie, hij schrijft, Jannie was verslaafd aan Mies. Dat vond ik wel vergaand. Ik bedoel, dat moet hij toch ook uit die gedichten enzovoort gehaald hebben. En aan Giselle was hij dus niet verslaafd. Dat was het verschil, denk ik. Maar hij wilde er wel heel graag in haar leven. Altijd. Hij bleef er altijd bezoeken. Dus in die zin... ja, op een andere manier vervlochten met haar. Ja. Nog meer vragen, opmerkingen? Ik heb misschien nog een anekdote. Ja.
Ik vraag nog even heel kort namens uitwedstrijd Wouwski alle aanwezigen welkom voor de komst. En in het bijzonder natuurlijk ook met Etty. Bijzonder Thomas Karin van de Eerste Bergense Boekhandel. En natuurlijk hier in de Bierkerk dat ze op deze bijzondere locatie bijeen konden komen. Om het eerste exemplaar als je zou gegeven. En die eer komt eigenlijk niet mij toe, maar Jasper Henderson, die hier volgens mij ook aanwezig is. En die heel veel met Suzanne aan het boek gewerkt heeft in de eerste redactiefase. Hartelijk feliciteren en zeggen dat wij als uitgeverij ontzettend trots zijn op dit boek. En met name Suzanne die de prestatie van formaat geleverd heeft. En ik kan het iedereen van harte aanbevelen aan te schaffen en het woord te verspreiden. Want ik ben zelden zo niet onder de indruk geweest van het boek. Dus van harte geweest. Ja, het is echt een boksteen, jongens. Het is echt heel zwaar. En met de uitvoering. En het is gewoon maar afwachten. Ja, voor mijn gevoel klopt het helemaal. Titelomslag, uitgebreid. Hij is er. De eerste baby is geboren, zegt ze wel. Maar ik wilde toch ook nog een klein woordje zeggen. Allereerst Elsbeth, bedankt voor het mooie gesprek. En dat je dit wilde doen als deskundige. Dit is jouw terrein. En dus dan wordt het een interessant gesprek. En dat is het ook geworden. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik wilde een citaat van Jani even zeggen. Ware kunst, kon je hem vaak horen zeggen, staat los van de wereld en de tijdgeest. Het hoort daar bovenuit te stijgen. Kunst moet bevrijden uit de heerschappij van feit en uur. Voeren naar een tweede leven van ijler en groter perspectief. Ja, ook al gaat mijn roman dan over de kunst als wapen en de kunst als troost, toch ben ik het met hem eens. Want het lijkt in deze tijd bijna een daad van rebellie om je niet door de actualiteit te laten meeslepen en iedere minuut nu.nl te checken en zo. Want dan moet je onder een steen hebben gelegen om bepaalde informatie dan niet te weten. Maar ik vind nu het boek af en het is aan anderen, aan jullie, om zich wel of niet in mijn wereld te laten onderdompelen. En het horloge af te doen en de krant dicht te slaan. En even niet op Twitter en Facebook te kijken en onder mijn steen te gaan liggen. Dus, en dat zal vele avonden zijn, heb ik me laten vertellen. Het is niet een boek wat je zomaar even uitleest. Maar het waren twee hele bijzondere jaren in mijn leven. Ik ben echt verknocht geraakt aan zowel de personen als de personages. De laatste persoon die ik nog heb mogen ontmoeten was Giselle. En die overleed letterlijk toen ik op vakantie het omslag had goedgekeurd. Werd ik op de hoogte gebracht door Frans dat ze was overleden. Het kwam niet helemaal als een verrassing. Maar het was toch een ontzettende schok. Ik heb 2 uur lang heel hard gehuild. Omdat het een afscheid was van een personage waar ik altijd zo'n moeite mee heb. En de persoon in één. En dat was even schrikken. En ook wel weer tegelijkertijd heel mooi. En zij was ook heel optimistisch over het vervolg. En zoals ze ook geleefd had. En ook al heb ik natuurlijk nou een fractie van de tijd met haar persoonlijk doorgebracht en vele maanden in mijn werkkamer, toch slijt je iemand dan in je hart. Net als Jani en net als, als Mies. Het is maar goed trouwens dat ik niet in zijn tijd leef, want anders was ik waarschijnlijk een van die. Maar ik wil de dank uitspreken. Jani, bedankt. Ik wil allereerst Frans bedanken, die er ook is, van Castan Peregrini, Michaël en Lars. Dat zijn de 3 belangrijkste mannen van de stichting van Giselle en ook
van het laatste deel van haar leven. En zij hebben ongelooflijk veel vertrouwen in mij gehad om dit boek te kunnen schrijven. Om de feiten te leren kennen en om in dat kamp te mogen werken. En als het koud was, werd er een kacheltje bij mijn werktafel gezet. En ik kreeg thee en ik voelde me gewoon enorm gekoesterd. En daar ben ik heel blij mee. Mijn broer wil ik bedanken, die kan er vandaag niet zijn. Rob, die heeft al mijn verzamelde oorlogsfeiten dubbel gecheckt. Dat is zo'n persoon die weet dat allemaal. Jasper Henderson is al genoemd, mijn eerste eindredacteur. Oscar van Gelderen, uitgever uit duizenden. Ik wil niet anders meer. Florian Matt kan hier ook niet zijn, die Duitse teksten voor mij heeft vertaald. En dan een hele rits, Letterkundig Museum Theater, Instituut Nederland, Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Stadsarchief Amsterdam voor hun gulheid. Wernien van Berkel, net al even genoemd, die haar proefschrift aan mij heeft laten lezen. Gerard Groeneveld en dan natuurlijk Jochem Bouwens, Rosanne van Asperen de Boer, Martijn en iedereen van Dutch Media en Lebowski. En twee hele bijzondere mensen aan wie ik een eerste exemplaar wil uitreiken. Eén, die is zo bescheiden dat ze niet op het podium wil komen, dus, maar ik wil haar naam wel even noemen. De dochter van Mies, Joyce. Joyce Metz, die echt werkelijk, ze heeft alles aan me gestuurd. Van brieven, documenten, tot en met het trouwboekje van de ouders aan toe. Dagboeken. En heeft ook weer dat vertrouwen in mij gesteld. En ze schreef heel vaak, want het contact verliep via mail. Zei ze, rode rozen, vergeet mij niet, het is van weinig waarde hetgeen ik u bied. Nou, het was van grote waarde. Dus daar ben ik haar heel dankbaar voor. En na deze bijeenkomsten geef ik haar mijn exemplaar. En Jan van der Vecht natuurlijk. Nu al voor de 300ste keer genoemd vandaag. Maar dat is helemaal terecht. Hij schreef me toen ik halverwege het project was. Jij bent romanschrijfster en je hebt het voorrecht dat je mag doen wat de biograaf niet mag. Witte plekken invullen door inleving en dus door speculatie. En dat, zo is het ook. Twee werelden die die naast elkaar bestaan. En ik vind het is een meesterlijke biografie waarvan ik ook hoop dat het weer een tweede leven krijgt. En ik wil hem heel graag op het podium uitnodigen om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Ja, ik had af en toe zo'n neiging om iets terug te zeggen, maar ja, dat, kijk, die biografie is in 2000 verschenen, en toen is er nog een herdruk geweest in 2001, en daar kon ik een kleinigheid aan toevoegen, maar ik heb nooit de mogelijkheid gehad om het boek te laten herdrukken, en dat zou ik eigenlijk best willen, maar... Sindsdien een heleboel nieuwe feiten zijn aan het licht gekomen en dat heb jij onder andere ook naar boven gehaald. Jij hebt van Giselle allerlei dingen gekregen, brieven en dergelijke, die ik niet heb gekregen. Ik heb met Giselle een paar keer gepraat over Roland Holst en het was heel erg duidelijk dat zij er heel weinig zin in had om in die biografie rond te spelen. Ja, maar ze was zo bescheiden. Ja, ze was heel bescheiden, maar ze hield het ook een beetje op een afstand. En ze zei ook, er waren geen brieven en zo. Dus... je kunt als biograaf, je komt niet met een bevel tot huiszoeking, denk ik. Kom, we gaan het huis overhoop halen om te kijken wat er allemaal is. Maar zo zijn er wel meer dingen die aan het licht zijn gekomen die ik gemist heb of helemaal niet had kunnen weten. En dat is altijd het beroerdste voor een biograaf. Hij sluit zijn boek af, het boek verschijnt en kort daarna komen er nieuwe dingen aan het licht.
En jij hebt het geluk gehad dat je daar mee kon werken. Ik ben ontzettend benieuwd naar je boek. En ja, Roland Holst was er niet van overtuigd dat hij als dichter lang zou leven. En nu laat jij hem weer geboren worden als romanfiguur. En dat is wel heel bijzonder in combinatie met die twee dames. Ja, er waren er wel veel meer in die tijd. Niet alleen vluchtige dingen, maar er was zeker nog een derde bij. Niet Asta, want het is eigenlijk pas een verhouding geworden na de dood van Mies. Maar er was natuurlijk ook Clara Etting, die ook een rol speelde in die driehoek van dames dan weer. Met Jani, dan wordt het een vierhoek. Dat gebeurt wel. Maar ik ben heel erg benieuwd naar je boek. Dit is denk ik toch ook een mooie dag voor Robert Holst. Leuk. Dank je wel. Ik geef mijn boek, maar ik geef het er ook nog geen terug. Leuk. Geen eerste exemplaar, want dit boekje dat is er al een paar maanden. Maar dit is Roland Holst in het klein. Ja. Zijn biografie in 40 bladzijden. Tot mijn verrassing kon dat ook. Dat heeft veel moeite bestaan. Ja. En een probleem. Nou, hartstikke mooi. Dank je wel. Welkom.